Goedemorgen, dames. Hallo. Met een heuse talkshow werd woensdag Team Sunweb gepresenteerd aan de pers. Zaterdag begint in Düsseldorf de Tour de France. En aan de start staan dan Ramon Sinkeldam uit Assendelft en Laurensendam uit Oudorp. De komende 3 weken liggen de 2 Noord-Hollanders bij elkaar op de kamer. En meestal begint de dag dan met een goede kop koffie. Ja, toch wel belangrijk hoor, want vanochtend werden we vroeg wakker gebeld. Ramon's vader die ging over. Dus toen heb ik maar meteen voor ons allebei een bakkie gezet, weet je wel. Dus om 7:15 zaten we al aan de koffie. En het is ook 's avonds een ritueeltje eten. En dan zet ik een decafeetje voor Ramon. En chocola. We hebben allebei 3 reepjes chocola mee. Dus Kamer Noord-Holland heeft nu 600 gram chocola. Dat gaat over een week wel minder zijn. Ramon Sinkeldam werd zondag Nederlands kampioen wielrennen. Een jaar lang zal de renner in de kampioenstrui gaan rijden. Ten eerste droomt denk ik iedere wielrenner al voor zijn hele leven van die trui. En dat ik dan de eer heb om hem te mogen dragen, ja, dat is gewoon heel speciaal. Team Sunweb was vorige maand ontzettend succesvol met de winst van de Giro door Tom Dumoulin. De verwachtingen van ploegleider Eike Visbeek uit Chromonix zijn dan ook hoog. Kijk, we nemen een goede flow mee vanuit de Giro. En we hebben deze maand ook in de Dauphiné in Zwitserland alweer goede dingen laten zien. We hebben het Nederlands kampioenschap gewonnen. Ik verwacht er wat van en we gaan voor etappezegers en ik denk dat we daar goed voor uitgerust zijn. Als hij geen ritten pakte deze Tour, is dat een Tour voor jullie niet geslaagd? Goh, dat weet ik niet. Dat hangt er ook een beetje vanaf op welke manier dat gebeurt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat wij heel dichtbij gaan komen. Je moet wel proberen ritten pakken, want anders rij je 21 dagen een beetje verloren rond. En daar gaan we voor. Die ritzegers zullen voornamelijk moeten komen van deze man. Michael Matthews. Toch ziet ploegleider Eike Visbeek ook kansen voor good old Laurens ten Dam. Laurens is voor de bergetappes eigenlijk onze captain. En hij is ook gewoon iemand die voor de etappezegers moet gaan. Er zijn een aantal bergritten waar ik mijn vizier op heb. En dan moet ik ze er allemaal een keer afproeven op de laatste klim. En ik hoop mee te zitten die dagen en dan een mooie rit te rijden. Ja. De 36-jarige ten Dam begint zaterdag aan zijn 9e Tour. De ervaren rot reed eerder dit jaar ook al de Giro. Je zou dus zeggen dat hij misschien wat minder fris aan de start verschijnt. Oh ja, misschien wel. Maar ik ben gewoon oud en taai, hè, dus fris hoef ik niet meer te zijn. Lau is sowieso iemand die veel wedstrijden aan kan en veel wedstrijden nodig heeft. Hij heeft een sterke kerel, hij herstelt heel goed. Echt een diesel. Dus ik heb er alle vertrouwen in en hij is super gemotiveerd. Kijk, hij is ook al wat ouder en hij weet, misschien is dit wel zijn laatste Tour. Misschien rijdt hij volgend jaar nog. Dus ja, hij wil zich gewoon laten zien en hij wil er A van genieten. Maar B wil hij gewoon ook een hoog niveau halen om de ploeg te helpen en misschien zelf een etappe te winnen.